In de Schilderswijk in Den Haag is donderdagavond een schietpartij geweest. Dat gebeurde op de kruising van de Koningsstraat met de Waterloofstraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Op straat werden hulzen gevonden. Wat de aanleiding van de schietpartij in Den Haag is geweest, is niet bekend. Boekhandel Selexis vraagt uitstel van betaling aan. Ondanks de relatief goede resultaten in winkel- en internetomzet van de Boekenweek is er volgens het bedrijf onvoldoende geld in kas om de winkelhuur en salarissen te kunnen betalen. De boekhandel is bekend van boekhandels als Verwijs in Den Haag en Koiker in Leiden. Het Haags Milieucentrum wil dat het parkeertarief in Den Haag tot zeker 4 euro per uur stijgt. Uit een rapport van de provincie blijkt dat de luchtkwaliteit in de grote steden slecht is. Hogere parkeertarieven dwingen automobilisten om voor de fiets of het openbaar vervoer te kiezen. In Alphen aan den Rijn is donderdagavond een benefietconcert gehouden voor de slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof, bijna een jaar geleden. Diverse artiesten traden in Theater Castellum belangeloos op. Met de opbrengst van het concert wil de organisatie mensen helpen bij de kosten die het drama met zich mee heeft gebracht.